Tegenwoordig is Nederland een echte multiculturele samenleving. Hoe dat zo gekomen is en wat dat dan precies is, daar gaan we in deze video's naar kijken. Want vanaf de jaren 80 zien we dat er een toename is van migratie naar Nederland toe. Er komen dus steeds meer mensen vanuit het buitenland naar Nederland. En er zijn een aantal belangrijke redenen voor. En de eerste is uh, ja, die Europese samenwerking in de vorm van de Europese gemeenschap. Want dat zorgt voor een vrij verkeer van personen binnen die Europese gemeenschap, zoals ze dat dan zeggen. En vrij verkeer wil eigenlijk gewoon zeggen dat. Iedereen die binnen de Europese gemeenschap leeft, dat hij op een andere plek in die Europese gemeenschap mag gaan wonen en werken. En dan zie je dus uh, bijvoorbeeld dat er heel veel internationale studenten naar Nederland komen, steeds meer mensen die vanuit Duitsland of vanuit Frankrijk of vanuit Spanje in Nederland komen studeren. En tegelijkertijd zien we dat er ook een heleboel mensen naar Nederland komen vanuit andere landen binnen de Europese gemeenschap om hier te komen werken. Je ziet dat bijvoorbeeld heel sterk op momenten dat Polen ook toe zal treden tot de Europese gemeenschap of wat dan al de Europese Unie is, Daar komen we later op terug. Dan, dan zie je dus dat er uh, steeds meer Polen naar Nederland komen om hier uh, tijdelijk uh, te komen werken en uh, sommigen die, die, die blijven hier uh, voor vast wonen. Nou ja, en een andere reden waarom er steeds meer migranten naar Nederland komen. heeft te maken met conflicten en crisis. Hè, oorlogen elders in de wereld. of hongersnoden die ergens plaatsvinden. dan, dan zie je dat er heel veel mensen. hun heil ergens anders gaan zoeken. asiel komen zoeken in Nederland. Hè, bijvoorbeeld als er in. Uh, begin van de jaren negentig. die burgeroorlog uitbreekt. in Joegoslavië, waar we hier een plaatje links van zien. ja, dan. dan uh, komen er heel veel uh, mensen uit dat gebied. die trekken naar Nederland toe. Die willen vrede, die willen veiligheid. En ook als er in Somalië bijvoorbeeld een burgeroorlog uitbreekt, zoals we rechts op het plaatje zien, ja, dan, dan leidt dat tot een grote instroom van Somalische asielzoekers. Ja, en de meeste politieke partijen en ook de, de, de regeringen die we in die tijd hebben, ja, die staan wel achter die komst van die mensen. Die staan achter het idee van de multiculturele samenleving. En ik heb dat begrip nu al een paar keer gezegd, maar ja, wat is dat dan precies, zo'n multiculturele samenleving? Nou ja, uh, multi betekent meerdere, dus eigenlijk een samenleving met meerdere culturen. Een samenleving die veel verschillende culturen bevat die naast en door elkaar leven. He, die van oorsprong uh, witte en christelijke samenleving die Nederland altijd was geweest, was door de komst van uh, bijvoorbeeld Turkse en Marokkaanse gastarbeiders, uh, was die al uh, wat multicultureler geworden. En door de groepen die er dus vanaf de jaren tachtig ook bij gaan komen, wordt dat, uh, ja, wordt dat eigenlijk steeds multicultureler. Ja, en tot het einde van de jaren 90, zoals je hier ook ziet staan, vinden veel mensen dat ook een goed idee staan ze erachter. Maar ja, zo vanaf het jaar 2000 zie je toch wel dat de kritiek erop ook begint toe te nemen. Maar ja, goed, dat zullen we in de volgende video's gaan bekijken.